Mondkapjes met Eindhovense vibes. Dorothee Fole van Eindhovenwinkel maakt ze sinds kort en speelt hiermee in op de coronacrisis. Ik kwam eigenlijk een beetje op het idee omdat mijn jongste zoon die woont in België. En in België zijn mondkapjes verplicht. En hier in Nederland zeggen ze eigenlijk allemaal van, oh ja, mondkapjes. En toen dacht ik van, nou, het zou natuurlijk ook leuk zijn om een echt een typisch Eindhovens mondkapje te maken. Ik had er een paar gemaakt en ik heb ze op Facebook gezet en het liep enorm storm. De mondkapjes vallen dus in de smaak. Toch benadrukt Fole dat ze geen slaatje uit de crisis probeert te slaan. Ik zal je één ding verklappen, ik kan er echt niet van leven hoor. Het is, kan er een keer van naar de schoonheidsspecialisten, zeg ik altijd, en een keer van naar de kapper. En dan houdt het echt op. Het is voor mij echt iets dat ik leuk vind om te doen. Ik was eigenlijk best wel aangeslagen door heel die coronatoestand. Dat ik denk van, tjeminee, wat voor wereld leven we nou? En nou heb ik toch weer een klein beetje een lichtpuntje gezien in die zin. Dat ik denk van, nou, we kunnen toch nog wel een klein beetje plezier hebben. Ik krijg zulke leuke reacties van mensen. Als dat een lach op het gezicht tovert van andere mensen, is dat voor mij ook al heel fijn om te zien en te ervaren.